je welkom, Martijn Groenendaal. In deze video wil ik jou een krachtige oplossing geven wanneer je al jaren rondloopt met een bepaalde blokkade of een mentale belemmering, iets wat je tegenhoudt. En in de vorige video heb ik je een korte uitleg gegeven over wat het betekent en hoe je naar zo'n blokkade of mentale belemmering moet kijken, zodat je er niet nog meer gevangen in raakt, maar juist het gebruikt voor je ontwikkeling. En ontwikkeling is de game of life, als je het mij vraagt. De zin van het leven is jouw ontwikkeling. En je hebt veel meer potentie dan dat je tot nu toe hebt laten zien. Dat is geen kritiek. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Nu zou ik mezelf natuurlijk ook kritiek kunnen geven. Zo bedoel ik het niet. Echter, het concept wat ik je wil laten zien is dat je moet uitgaan van je volledige potentie. En je volledige potentie heb je tot je volledige beschikking. En je volledige potentie is dus het voorbeeld waarin je kan groeien, of een soort benzine dat je kunt gebruiken om te groeien of te ontwikkelen. En wanneer mensen een blokkade of belemmering ervaren, meestal stoppen ze dan. En of krijgen ze weerstand ten aanzien van die blokkade? Nou, dat is een natuurlijke, instinctieve reactie op de blokkade, dat we de fight or flight or freeze response noemen, die je wel kent. Dat betekent dat je, wanneer je dan een belemmering of blokkade voelt, waardoor je niet een beslissing maakt om er echt voor te gaan in je leven, dus om veilig te blijven, net als de rest van de maatschappij, of de meeste mensen, dat je dan op die belemmering of blokkade nog een fight-and-flight reactie krijgt, waardoor je steeds verder verwijderd raakt van de primaire oorzaak, dat als je die primaire oorzaak in beeld krijgt, in zicht krijgt, kan veranderen. Omdat je namelijk nu als volwassen vrouw of man wel een beslissing kan maken om een andere oorzaak in beweging te zetten als de oorzaak die je belemmering of blokkade veroorzaakt, als je dat nog kan volgen. Dus om het even simpel te maken, een blokkade of belemmering veroorzaak je zelf, maar meestal onbewust, omdat je er niet voor kiest, toch? Echter heeft die blokkade of die belemmering wel een oorzaak, want de belemmering of de blokkade is het gevolg van iets wat jij wel of niet doet, en meestal onbewust. Dus als je op die blokkade die je dan zelf creëert, zelf veroorzaakt, al is het dan onbewust, nog een extra reactie hebt van ja, ik wil daar niks mee te maken hebben, of ik ga nu naar een arts toe om pillen te slikken, om me beter te voelen, of ik heb last van een bepaalde boosheid of verdriet, dus dan hebben we geleerd dat dat een probleem is waar je van af moet komen, wat volledig dysfunctioneel is, omdat het juist laat zien waar je de nieuwe oorzaak in beweging moet zetten. Maar goed, even los daarvan, dan zie je dus dat je verder en verder verwijderd raakt van waar je kracht en macht ligt. Nou, het is misschien een ingewikkeld verhaal. Het heeft me ook lange tijd geduurd om al die lagen bij mijzelf te ontdekken. Gezien ik de laatste 5 jaar met 1 blokkade bij mezelf heb gewerkt. En ook een mentor heb gehad, 5 jaar lang, en universele wetten en andere methoden heb toegepast, waaronder andere ook het 4-staps-helingsproces, wat een proces is dat ik zelf heb ontwikkeld, heb gebruikt om die blokkade volledig op te lossen, waardoor ik nu vrij ben, niet meer bang ben om een talentenexpressie te geven en veel meer gebruik maak van mijn potentie om te ontwikkelen en te groeien, omdat dat mijn leven de meeste zin geeft. Nou, misschien dat jij zegt, ja, voor mij is groeiontwikkeling niet zo belangrijk als bij jou, Martijn. Dat is prima, want iedereen heeft zijn eigen waarden, oftewel je eigen dingen die jij belangrijk vindt. En daar heb je het geboorterecht ook voor, natuurlijk, om expressie te geven aan jouw leven op jouw manier. Echter, wanneer je deze video kijkt en je voelt dat je veel meer in je hebt dan dat je tot nu toe hebt laten zien, dan heb je grote kans dat er iets is wat je tegenhoudt,
Wat jammer is, wat zonde is, wat letterlijk een gemiste kans is als je je leven ziet als een feest en als een uitdaging om maximaal te groeien. Want ik geloof dat je geboren bent voor grootsheid, maar opgegroeid wordt met speel het veilig, net zoals je vader en moeder. Met alle liefde voor je vader en moeder. Maar de resultaten die je vader en moeder hebben, of de sleutelfiguren in het gezin waar je in opgegroeid bent, als je niet oppast, heb je exact dezelfde resultaten nu. En wanneer je dan meer wilt doen, meer wilt zijn, meer wilt hebben, dan kun je je schuldig voelen of wat schamen of een stemmetje in je hoofd krijgen die zegt, nou, dan ben je wel egoïstisch, nou, dat is wel arrogant. En dat is dan ook een eerste voorbeeld van wat een blokkade of belemmering zou kunnen veroorzaken. Daar zitten meerdere lagen in die best een uitdaging zijn om volledig inzichtelijk te krijgen. Omdat je het kunt vergelijken letterlijk als een kluis waar je een bepaalde code moet ontdekken. Hè, tik, 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 tik. Om dan jezelf weer te ontsluiten. Dus de sleutel, als we het metaforisch maken, die jouw belemmering veroorzaakt. Hè, dat is een soort op slot gezet. Wanneer je die ontdekt, dan kun je ook jezelf weer bevrijden. Want wanneer je ergens in jezelf voelt dat je jezelf op slot zet of remt of een blokkade hebt, op wat voor niveau dan ook, of het van een spiritueel niveau is, emotioneel niveau, fysiek niveau of psychologisch niveau, dan kun je jezelf er ook van bevrijden, zie je. Als iets op slot zit, dan moet het ook open kunnen. Nu is het zo dat het op slot gezette onderdeel, wat dus de oorzaak van de belemmering is, die meestal onbewust is, vergeten is of ja, zo lang geleden mee begonnen is, gezien overlevingsstrategieën en comfortzones waar de meeste mensen op een gegeven moment ja, gevangen in zitten zelfs, vaak al aangeleerd zijn op jonge leeftijd. En dat betekent dat het zo op je tweede natuur is geworden, dat het zo in je dagelijkse gewoontes, in je denken gecijpeld is als het ware, dat het voor jou onzichtbaar is geworden, wat we dus ook een blinde vlek noemen. Vandaar dat het ja, zeer uitdagend is en soms onmogelijk is of hele lange tijd duurt om bij jezelf op zo'n diep niveau te komen om de werkelijke primaire oorzaak te vinden voor een grote deblokkering of bevrijding van jezelf, waardoor je kan groeien en ontwikkelen en je volledige potentie gebruiken, je talenten inzicht krijgen, terug op je levenspad komen of een grote groeistap op je levenspad komen en werkelijk succes boeken op jouw eigen gedefinieerde manier. Misschien wil je, dus laten we zeggen, succes op jouw gedefinieerde manier, iets wat je wilt bereiken. En wanneer mensen meestal ja, iets heel graag willen of een burning desire in hun hart hebben, zie je dat heel veel mensen moeite hebben om wanneer ze, of laten we zeggen, wanneer ze dat doel dan voor ogen hebben, om hunzelf te veranderen. En daar zit het werk. That's the game of life. En de game of life zit er maar in dat je enerzijds die oude identiteit van jezelf tot in de primaire oorzaken inzichtelijk hebt, waardoor je een nieuwe keuze kan maken met je intellect in het hier en het nu, om een hele nieuwe oorzaak in beweging te zetten. Zodat je wel het resultaat krijgt. Zodat je wel gebruik maakt van potentie. Want ja, potentie, het potentieveld, is elke seconde beschikbaar voor je. Maar als je dezelfde keuze blijft maken, dan krijg je ook het resultaat wat je al hebt. En wanneer je een nieuwe keuze maakt, dan krijg je een nieuw resultaat. Dat kan een koerscorrectie betekenen, zoals een vliegtuig van Amsterdam naar New York vliegt, zijn juiste koers moet vinden, maar je moet starten met een nieuwe keuze maken. Echter, gezien die patronen waar ik het over heb, waar ik zo nog wat meer over zal zeggen, onbewust zijn, zelfs als je coach bent of hypnotherapeut bent of psycholoog bent of psychotherapeut bent, is het knap lastig, omdat het dus een blinde vlek is, een scotoma, bij jezelf tot de primaire oorzaak te komen. Daarom is het essentieel, wanneer je je persoonlijke ontwikkeling serieus neemt en echt dat resultaat wilt, om te werken met iemand die dat werk bij zichzelf heeft gedaan.
En die het bewustzijn heeft om uit jouw verhaal te blijven en te kunnen kijken naar jouw patroon in relatie tot het doel dat je hebt. Want dat is natuurlijk waar het om gaat, dat je je doel bereikt, dat je het resultaat krijgt, dat je het succes krijgt, of het ideale lichaamsgewicht krijgt, of wat je dan ook maar wilt, wat een expressie is van de ontwikkeling en groei en het gebruik maken van je potentieel of je potentie, die jou daarbij helpt. Dus dat je iemand hebt buiten je die dat voor jou kan doen. Die dus niet in jouw blinde vlek stapt, waardoor hij of zij ook geen oplossing ziet. En dat is natuurlijk, dan gaat het veel sneller om te doen, want dan hoef je niet eerst, laat ik zeggen, een blinde vlek bij jezelf ontdekken, is, ja, dat is een heel ander verhaal, maar dat is zeg maar ook paradoxaal natuurlijk. Dus, één ding wat ik je nog wil vertellen in deze video, gezien er zoveel over te vertellen is, en nogmaals, ik geef een webinar morgenavond, dat is woensdag, kijken hoeveel mei we hebben vandaag. Ja, woensdag 20 mei, dus dat is morgen, dus deze video blijft ook heel kort staan. Is er een webinar dat ik geef over het vierstaps helingsproces. Dat een proces is hoe je tot die primaire oorzaak kan komen. En dat heeft als functie, wanneer je dus een brandend verlangen hebt, of een nieuw resultaat in je leven wilt, en er is iets wat je tegenhoudt. Nou, dat kan bijvoorbeeld een bepaalde emotionele pijn uit het verleden zijn, of een blokkade uit het verleden zijn. En het is niet een therapiegroep, echter heeft het een sterk therapeutisch effect. Dan heb ik het over het vierstaps helingsproces, wat dus een training ook zal zijn die gaat plaatsvinden, even uit mijn hoofd, 12, 13, 14 juni. We starten op vrijdagavond. Maar goed, morgenavond is dus een webinar om 7 uur. Als je daaraan wil meedoen, dan laat Jan eventjes je e-mailadres hieronder achter. En dan zal ik je een link sturen die je dan in je e-mailadres krijgt. En dan kun je morgenavond 5 of 7 je e-mail openen en dan klik je op de link. En dan kom je automatisch in het webinar terecht. En dat webinar gaat onder andere veel dieper in op een aantal patronen die ik je hier even wil laten zien. Dus terwijl je opgroeide, en misschien laat ik zeggen toen je opgroeide als kind, ben je voortdurend bezig om de connectie met je ouders in stand te houden, gezien je daar volledig afhankelijk van was. Dat betekent dat je zelfbeeld onbewust vorm heeft gekregen van wat je vader en moeder wel of niet goedkeurde. Ook energetisch gezien, wat ik daarmee bedoel is dat wat jouw vader en moeder goedkeurde, interpreteerde jij ook als kind door hun non-verbale reacties, door hoe je dat interpreteerde met je gevoelsintuïtie als kind, wat niet altijd inaccuraat was. Ik heb bij mezelf ontdekt dat een heleboel ideeën, overtuigingen en interpretaties die ik echt geloofde en die mijn brein geloofde, niet klopten en volledig inaccuraat waren, waar ik wel hele grote delen van mijn gedrag in mijn puberteit, mijn adolescentie, tot op een jaar of 5 geleden mijn gedrag op baseerde. Kun je dat voorstellen? Dat je een leven leidt dat gebaseerd is op ideeën die helemaal niet kloppen. Je zou het fake news kunnen noemen, hè? Om een beetje in de coronasituatie te spreken. Fake news is dus het idee dat je niet goed genoeg zou zijn, is fake news. Het is geen nieuws, in die zin klopt het niet. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Dus als kind maken we dus een inschatting, onbewust doe je dit, op wat je vader en moeder goedkeuren, wat wel en niet acceptabel is voor jou, om te zijn als identiteit, om expressie te geven aan je emoties, en wanneer je wel en niet een goed mens bent. Nou, dat gaat van je 0e tot je 7e jaar, heb je een tijd die je meemaakt, waarin jouw brein een hele map of model maakt van wie jij kiest te zijn. Maar goed, het is onbewust gegaan, dus je hebt het onbewust gekozen. Dus de persoon die je nu bent, is een gekozen versie die het beste werkte tot nu toe. En dan kan je zeggen, nou ja, eigenlijk werkt dat niet goed voor me. Ik merk dat ik blokkades heb of remmingen heb, of ben niet blij met de resultaten die ik om me heen zie in mijn leven. Dat is prima, daar kun je je ontevredenheid gebruiken als motor om een nieuwe ontwikkeling te maken.
En je strategieën die je dus geleerd hebt als kind, wat we ook wel overlevingsstrategieën noemen, is als het ware, daarin zit ook als het ware een soort masker wat je bent gaan dragen, dat als je die persoon liet zien aan je vader en moeder, dan had je de grootste kans om liefde te krijgen, geaccepteerd te worden en eten te blijven krijgen. En die connectie is een hele diepe instinctieve connectie die ook in je DNA geprogrammeerd is. Dus dat betekent dat die automatisch voor je werkte al op je 0e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar om in leven te blijven, zie je. Dus je kunt het vergelijken dat je dus geprogrammeerd bent, dat is dus ook zo, om je ouders of de zorgdragers als beste vriend te houden. En daar ben je een deel van jezelf gaan afwijzen, wat de meesten vergeten zijn, waar vaak een unieke gave ligt, een unieke gift is. En sommigen zijn zich wel ervan bewust, dat ze zeggen, ja, eigenlijk wilde ik dokter worden, maar ja, mijn ouders keuren dat af. waardoor er wel bewustzijn is over de persoon die je in jezelf hebt afgewezen. Maar heel vaak zie je dat mensen zich niet meer bewust daarvan zijn. Dat betekent dat je later in je leven een conflict krijgt in jezelf met wat eigenlijk je werkelijke taak is in dit leven. En dat is meestal een gevoel wat je krijgt door een bepaald verlangen te hebben, iets te gaan doen of ergens te gaan wonen of een bepaalde richting in te gaan. Of je voelt je aangetrokken tot bepaalde informatie of type mensen, wat aangeeft van de natuur dat daar je volgende groeistap zit. Echter krijg je dan innerlijke tegenspraak of een bepaalde overtuiging of je praat jezelf uit die actie of je merkt dat je uitstelgedrag hebt, omdat die oude programmering jou op koers wil houden van de originele programmering. Dus je bent geboren voor grootsheid, maar geprogrammeerd om het veilig te houden volgens de regels die je in het gezin hebt geleerd. En dat is veiligheid in het kader van overleving. En dat is een van de diepste blokkades waar mensen nooit uitkomen, sommigen hun hele leven niet, omdat ze doodsbang zijn om voor zichzelf te kiezen. Om doodsbang zijn om uit een relatie te stappen. Doodsbang zijn om iets te doen waar hun vader en moeder, terwijl ze volwassen zijn, niet mee eens zijn. Doodsbang zijn om kritiek te krijgen. Doodsbang zijn om een fout te maken. Doodsbang zijn om een conflict te krijgen. Doodsbang zijn voor X. En je moet je X moet je ontdekken. X bedoel ik letterlijk de letter mee. Gezien ik hier niet ken en niet kan invullen natuurlijk wat voor jou de X is. Echter, die ik net opnoemde, zijn de meest klassieke X'en. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus wanneer je wilt meedoen met het webinar over het vierstaps helingsproces, waar ik je ook meer vertel over deze patronen, want er zijn meerdere patronen, meerdere lagen. Laat je e-mail hieronder achter en dan stuur ik je een link naar het webinar toe, dat morgenavond woensdag plaatsvindt. En nog even voor de zekerheid checken. Ja, dus dat is woensdag 20 mei 2020. Bedankt voor het kijken en ik wens je een hele goede dag.